Erik Soek, doelpuntenmaker. Ja, een van de weinige doelpunten, Erik. Hoe kwam dat? Ja, we creëerden wel veel kansen, maar we maakten het gewoon niet af. Het was telkens net een stapje te weinig wat we zetten. In de eerste helft hadden we dan wel het scherpe randje wat we hadden, maar dat tweede helft misten we dat. En daardoor denk ik dat we niet zoveel hebben gescoord. Jullie kwamen nog in het nauw eigenlijk in de slotfase van de wedstrijd. Hoe kwam dat? Ja, ik denk dat toch, het werd chaotisch. We kregen een paar kaarten en dan wordt het toch chaotischer. En dat gaat toch met iedereen in iedereen's hoofd zitten. En dan moeten we eigenlijk zorgen dat we de rust houden. Maar dat hebben we niet gedaan. Maar daardoor werd het spannend. Er werd op een gegeven moment een doelpunt afgekeurd. Jullie juichten erg hard en liepen al terug naar eigen helft. Maar onmiddellijk was er ook een soort drinkpauze achteraan. Wat was de reden dat die afgekeurd werd? Nou, wat ik heb begrepen is dat de ene scheids keurde hem gewoon goed en de andere scheids die zei dat het gevaarlijk spel was omdat die bal hoog voorlangs ging en niet op de goal en daardoor dus gevaarlijk spel en dus afgekeurd. Maar ja, in mijn ogen is het gewoon natuurlijk gewoon een goal. Ja. Maar je mag een hoge bal, mag je toch wel intikken eigenlijk? Ja, ik vind van wel als het geen gevaarlijk spel is, mag je hem gewoon erin tikken. Ja. Oké, jullie hebben veel kansen gehad, jullie hebben ook een aantal strafcorners gehad. Is het bekend dat strafcorners best lastig zijn, maar ja, sommige werden toch ook wel heel snel gemist. Ja, het is lastig om te nemen, zeker als je gaat stuiteren en dan is het gewoon lastig om aan te nemen. En dan moet je natuurlijk ook nog onder controle krijgen en dan op goal pushen en dat is gewoon lastig. Het zijn eigenlijk drie mensen die totaal op elkaar ingespeeld moeten zijn, hè? Zeker, ja de aangever, de stopper en de sleper. Ja. Jullie deden op een gegeven ogenblik één strafcorner iets anders. Ja, we wilden proberen een variantje te spelen naar links en dan een flats. En dan dat er twee mensen voor de tip gaan. Alleen werd hij niet goed gestopt helaas. Nou, nog een paar wedstrijden voor de Zilvercup. Komt hij ook in Alphen terecht? Ja, tuurlijk. Als het aan mij ligt wel. We gaan gewoon vol er tegenaan en dan gaan we die Zilvercup mee naar huis nemen. En dan na de zomer in de eerste divisie. Wat verwacht jij daarvan? Ik verwacht, natuurlijk, het wordt een tandje moeilijker, maar ik denk dat we echt wel mee kunnen draaien bovenin. Want we hebben het al laten zien in de Silver Cup dat we tegen eerste klassen gewoon echt goed kunnen spelen. Dus ik verwacht wel dat we goed kunnen eindigen.